in het Feyenoordcafé Moby Dick. Ja, daar heb ik gekeken, hier, in Benidorm. Hier, dus daar loop ik ergens. In zo'n buitenwijk. Ja, en daar heb ik gekeken naar Feyenoord Ajax, vrienden. Maar als Feyenoord dan echt een kans heeft gehad om van Ajax te winnen, dan was het nu toch wel. Jeetje, ja. Dat Ajax, dat is toch gewoon onherkenbaar. Ja, dat is gewoon een heel zwak ploegje geworden. Ja, en Feyenoord, die had gewoon door moeten drukken in de tweede helft. Hebben ze niet gedaan. En dan liet er een beetje toch het initiatief van Ajax. En die gingen toch een beetje achteruit lopen. En een beetje poep in de broek. Ja, en dan krijg je toch een ongelukkig moment. En hup, ja, daar is de 1-1. En zo gaat dat dan in voetbal. Ach, vrienden. Ja, want waar is dat sprankelende voetbal van Ajax? Dat is het toch helemaal niet meer. En Feyenoord was gewoon klassiek. Gewoon degelijk. Ja, ja, ik bedoel. En het enige waar ik naar heb zitten kijken en wat ik dan, ja, dat vind ik dan zo verbijsterend en knap, dat is dan die Berghuis, vrienden, Berghuis, ja. Mijn petje gaat af voor Berghuis. Ik ben vaak kritisch geweest op die Berghuis. Dat ik zei, die heeft een beetje achter zijn ellebogen, een beetje vervelend jongetje. Weet je wel, dat heb ik allemaal gezegd. En weet ik veel, ik ben heel kritisch geweest op Berghuis. Maar nu niet vandaag, want ik heb naar hem zitten kijken. En toen dacht ik bij mezelf, zou ik dat ook gedaan hebben? Zou ik dat nou ook gedurfd hebben? Daar naar de Kuip gaan. Naar alles wat er over hem gezegd is. Op internet, op Facebook, op Twitter, noem het allemaal maar op. Wat er allemaal over hem geschreven is. De bedreigingen die hij allemaal gehad heeft. Ongelooflijk. En dan denk ik bij mezelf, als ik dat allemaal zou hebben gehad, zou ik dan de moed en de durf hebben gehad om daar naar die wedstrijd te gaan vandaag, naar die klassieker? Ik denk nee. Ik denk niet nee. Ik zeg nee. Ik had het niet gedurfd. Vrienden, en hij wel. Hij wel. Berghuis had de moed om toch te gaan. Ja, die moet ook gedacht hebben. Moet ik dit wel doen? Die heeft ook gesprekken gehad. Is dit wel verstandig thuis? Ja, die heeft ook 's nachts wakker gelegen en gedacht. Oh god, waar begin ik aan? Moet ik dat nou wel doen? Ja. En kunnen ze hem dan allemaal beschermen? Ze kunnen wel zeggen, ja, je bent veilig. Hoe dan? Hoe maar één gek te zijn. En nee, hij is toch gegaan, die Berghuis. Ja. En daarom zeg ik Berghuis, dat is heel knap. Ja. En ik moet toch een Feyenoord liedje voor je zingen, jongen. Ja, overal waar je gaat, ga je met me mee. Een leven lang op pad, met Feyenoord 1-0. Ja, dit is voor jou, Berghuis.